Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. Schrijf vandaag over Nederlandse voetbaltrainers die naar het buitenland gaan. Een ervan is Guus Hiddink. Hij is nu bondscoach van Rusland. En daarom lees ik vandaag NRC Next met Peter Damakour, correspondent in Moskou voor het NOS-journaal. Hij is deze week in Nederland om zijn nieuwste boek te promoten. We ontmoeten hem hier in een hotel in Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Peter, met je nieuwe boek onder je arm? Absoluut. Op tour in Nederland. En dit is vrijdag, hè? Ja. Dan is dit Breda, hè, toch? Ja, ja. Oké, dankjewel. We hebben een goede afslag. Is het zo erg? Zo erg is het ongeveer wel. Want Den Helder kom je ook elke dag, hè? En ben je ook echt het hele land nu door om jouw boek te promoten? Ja, elke avond volle zalen. Maar ook wel weer leuk. Hartstikke leuk, want mensen willen ongelooflijk veel weten van Rusland. Ja, want Russen zien ze vliegen. Jij bent nog steeds verbaasd, na 18 jaar. Absoluut. Houdt niet op. Goed. Yeah? We gaan even de krant lezen. Oké. NRC Next schrijft vandaag over Nederlandse voetbaltrainers die naar het buitenland zijn vertrokken. Ja, ja. Aanleiding is natuurlijk het vertrek van Koeman naar Valencia. Ja, is dat nog nieuws, vind jij? Ik denk het is leuk om erop te wijzen. Ik vond het heel leuk om te zien eigenlijk. Dick Advocaat zit natuurlijk ook in Rusland. Het overzichtje houdt op voordat hij naar Rusland komt. Hij is bij Zenit in Gazprom, zal ik maar zeggen. Hij wordt natuurlijk kampioen, want Gazprom is Poetin. En Poetin verkiezingen, wat zou mooi zijn als zijn eigen voetbalclub toch kampioen zou worden. Hoef je geen zorgen over te maken. Dick ook niet, hij wordt kampioen. Dat regelen wij wel. Met Hiddink worden wij Europees kampioen. Dat is ook geregeld. Dat is geregeld? Dat is geregeld. Hoezo? Laat het nou aan Poetin over. Moet je daar nou even niet mee. Daarom heeft Hiddink ook blind bijgetekend dat het goed komt. Hè. Hij blijft bij ons. Want als jij kijkt naar deze voorpagina, al die trainers. Hè, onlangs is Henk ten Katen natuurlijk naar Chelsea vertrokken. Ja. Wie is nou zeg maar jouw favoriet? Wat ze allemaal gemeen hebben, dat heb ik ontdekt toen ik reportages maakte over Advocaat en Hiddink. Waar die mensen ook verschijnen, dan gebeurt er iets. En ik wil niet zeggen een heel stadion valt stil, maar de eerste optreden van Hiddink herinner me nog in het locomotiefstadion in Moskou. De mensen kenden hem absoluut niet, hij was wel geïntroduceerd op televisie enzovoort. Het stadion is bomvol, Hiddink loopt het veld op. En er stijgt een daverend applaus op. En het enige gebaar wat hij maakt, hij legt zijn hand op zijn hart. En buigt, maakt een kleine buiging en gaat aan het werk. En de uitstraling die mensen hebben met niets doen, hè, ze zijn er, is al voldoende. Hè. Dick Advocaat kwam halverwege het seizoen bij Zenit vorig jaar. Ik zag zijn eerste wedstrijd. Het ging slecht met Zenit. Hij had nog niets gedaan. Hij had het elftal 2 dagen onder handen gehad. En het werd een glansrijk gelijkspel, wat op dat moment al heel bijzonder was voor Zenit. Alleen al door zijn aanwezigheid. Poetin en Guus Hiddink, is daar al eens een ontmoeting geweest? Want Poetin heeft zich er persoonlijk tegenaan bemoeid dat er ook een andere voorzitter kwam van de voetbalbond. Hè? Absoluut. Ja, het is Poetin deelt opdrachten uit die te maken hebben met het voeden van het nieuwe Russische patriotisme. Wij moeten weer trots zijn op Rusland. En ja, de sport is natuurlijk een vehikel om dat te doen. Dat is duidelijk. En dat wordt ook flink uitgebuit. Kan Peter Damakour ook voetballen? Wel gedaan vroeger, maar mijn liefde dacht toch meer bij het wielrennen. Dus ik was een fanatiek wielrenner. Ja, Nederland of ook in Rusland? In Nederland. In Rusland heb ik mijn fiets nog wel meegenomen. Maar gezien mijn levensverzekering niet dekkend was voor molest risico op fiets, heb ik hem maar aan de stad. Twee lekke banden onder in de kelder. Ja, precies. Goed. Peter, wat is jou zelf weer opgevallen in de krant van vandaag? Ja, een klein berichtje, maar wel heel significant over de aanstaande verkiezingen in Rusland. Dat de Russen maar een heel beperkt aantal buitenlandse westerse waarnemers toelaten. Dit bericht zegt alles over helaas de ontwikkeling van de democratie in Rusland. Kijk, de redenering van de Russen is van wij zijn lid van de Raad van Europa. We hebben dat verdrag getekend, dus wij zijn nu ook een democratisch land.
En waarom zouden bij ons waarnemers zijn? We sturen ook geen waarnemers, laten we zeggen, naar de verkiezingen in Nederland of naar de verkiezingen in Amerika. Die zeggen ook democratisch te zijn, maar dan zie je nooit waarnemers. En dan willen wij daar ook wel waarnemers naartoe sturen. Maar, Het is natuurlijk een democratie op papier. Het is natuurlijk een democratie op papier. Bovendien, in Nederland en in de Verenigde Staten zijn er gewoon instituten die dat controlemechanisme bij verkiezingen doen. De voor en tijdens en daarna. En dat zijn vrije media. Dat is Als jij dit dan ziet, wat denk je dan? Want je zit er natuurlijk al zo lang. Denk je dan, daar gaan we weer? Daar gaan we weer. En het berichtje is te klein. Dit is heel significant. Dit is het... Echt het einde van de democratie in Rusland. En we moeten ook niet gek opkijken. Nou, voor mij is na 20 jaar de cirkel rond. Ik kwam in het land als een EPT-staat. En straks, op 2 december, als de partij van Poetin, Yedina Rossiya, Verenigd Rusland, een eclatante verkiezingsoverwinning haalt, kan ik je vertellen. Het wordt een fantastische verkiezingsoverwinning. Maar daarmee wordt het ook wel cynisch. De enige partij die de kiesdrempel van 7% haalt. En wordt het dus, zijn we terug ook weer bij een eenpartijstaat. Ik zie hier Bob Dylan staan. In hun vorig leven, voordat jij in Moskou was, ben je nog eens popjournalist geweest, hè? Absoluut, absoluut. Je weet het, in die jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, hadden kranten ook een probleem om jonge lezers vast te houden. En dus kranten wilden ineens allemaal over popmuziek gaan schrijven, want daar hield je jonge lezers mee vast. En op de redactie van de krant waar ik toen werkte, de Haagse Krant, had ik de langste haren. Dus ik had verstand. Oh, is het zo? Ik had verstand tot van, hier? Precies. Ik had verstand van popmuziek, dus dacht de hoofdredacteur. En dat heb ik ook bevestigd dat ik dat had. En dat heeft een wereld voor mij geopend. Ik heb 4 jaar lang over de wereld kunnen reizen om alles en iedereen te interviewen. En dat waren 4 feestjaren die fantastisch waren. Waar hou je nu nog van? Hou je ook van Bob Dylan? In nostalgische buien hou ik van Bob Dylan. En om iedereen op het verkeerde been te zetten, heb ik een bijzondere relatie met Melanie. Really? En ik zeg daar verder niks over. We gaan even naar Iran. Ja. Een groot verhaal over Iran. Dat er 4 à 5 miljoen verslaafden zijn. Drugsverslaafden. Ja. Dat is natuurlijk buurland van Afghanistan. Althans. En van ons, hè? En van jullie natuurlijk. Ja. Ja. Je hebt zelf natuurlijk ook heel veel in het Midden-Oosten gewerkt. Ja. Voordat je in Moskou was. Ja. Als je dit ziet, wat denk je dan? Ja. Ik heb niet alleen in het Midden-Oosten gewerkt. Maar ik ben ook heel intensief in Afghanistan geweest. Ja. Na 9-11, zeg maar even. Na 9-11, de oorlog. Ja. Maar ook nog daarvoor, bij een vreselijke aardbeving in het noorden van Afghanistan, kwamen we met een aantal westerse televisieploegen aan in een gebied waar waarschijnlijk 25 jaar lang geen westerse journalist geweest was, maar wel een afschuwelijke aardbeving was. En dat was toen de Noordelijke Alliantie, het verzet tegen de Taliban. Ja. En de mensen van de Noordelijke Alliantie hebben ons daar dan, dat land, dat gebied dan binnengebracht om de wereld toch te laten weten dat daar die afschuwelijke aardbeving was. 30.000 doden waren daar. En voor ons was het een stap terug in de tijd. Toen wij ons satellietschoteltje daar neerzetten en de eerste beelden daar vandaan weggingen, sta je een beetje toch met tranen in je ogen, sta je daarbij te kijken. Dat is toch een uniek moment. Ja, had je dat? Was je toen geëmotioneerd? Ja. En allemaal, al onze collega's ook. Want dat ze toch, dat er eindelijk, ja, dat pers eindelijk, was. Dat je eindelijk dat kan laten zien. Je hebt natuurlijk ontzettend veel grote drama's meegemaakt. Beslan, de gijzelingsactie in het theater in Moskou, Tsjetsjenië. Kan je zeggen dat het hele team waarmee we gewerkt hebben in Beslan, hebben een zeer grote, laten we zeggen, geestelijke wonden overgehouden over het werken daar. Ja? Ja. Tot op de dag van vandaag? Tot op de dag van vandaag. Dit artikel gaat eigenlijk over hoe mensen zich ontspannen en weer opladen. Ja. Interviews met, in dit geval, een Kamerlid. Hoe doe jij dat? Werk jij alleen maar? Wat bij mij overheerst is dat ik dingen gewoon leuk vind. En ontspannen doe ik als iets gelukt is. En dan vreselijk uit de bol. Hoe dan? Vieren. Ja. Vieren. Hoe vier jij? Ik vier door snel even iemand op te bellen en snel even in mijn buurtkroeg te gaan zitten. Heel snel heel veel vodka's te drinken. En die is 24 uur open. Het is een verbouwd voormalig toilet. Ik kan het je zeer aanbevelen. En daar ga ik dan even aan de waterpijp met appelsmaak. Ja, de waterpijp met appelsmaak. Ja, oh, kan ik je zeer aanbevelen. En de wodka erbij? Nee. Ik ben niet zo'n grote wodka liefhebber, maar dan ben ik in de biermoed, zal ik maar zeggen. En dan is het Sibirski Karonen. Kan ik je zeer aanbevelen. Ja. Je hebt ook een buitenverblijf, begreep ik, hè?
Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is mijn vluchtoord. Dan wil ik even helemaal niets van de wereld weten. En dat ligt 130 kilometer buiten Moskou, in een dorpje. Waar ik 13 lieve medebewoners heb. Die allemaal ouder zijn dan ik. En in het dorpje, daar is geen gas, geen water, geen regulering, geen elektriciteit. Daar is helemaal niets. Het is zo lekker om in een wereld te wonen waar helemaal niets is. En lees je dan ook echt geen krant? Geen krant. Je telefoon gaat uit? Nee, geloof ik niet. De telefoon gaat niet uit en de satellietschotel blijft ook gericht, zodat ik ook nog een beetje kan internet. Ik wou net zeggen. Ja. Tot slot, Peter, want jij moet zo weer naar Sittard. Ja, op tour voor je boek. Sittard, ja. Hier staat, is een kookrubriek, wilde paddenstoelen met jenever, best boter. Ja. Kook jij wel eens en wat kook jij? Koken doe ik 3 keer per jaar. Mijn Russische omgeving staat mij dan toe om de Nederlandse cultuur uit te dragen, de Nederlandse eetcultuur. Dan maak ik echte soep. Dan maak ik hutspot. En ik mag in het voorjaar haring uit Nederland laten overkomen. En dan eten ze met mij haring. En dan zeggen zij altijd, dat zijn onze middeleeuwse dagen. Ja? Zij vinden dat wij een middeleeuwse keuken hebben. Ja. En heb jij dan een recept, zeg maar, uit grootmoeders tijd voor je ergens? Ja, recht toe recht dan. Ja. Alles erop in de handen. Inkluis de rookworst. Inkluis de rookworst, waar ik soms moet improviseren, want soms vergeet ik hem mee te nemen uit Nederland. Wat doe je er dan in? Ja, een variant van een Russische worst, waar ik dan in gedachten terug ga naar de rookworst als ik hem zit te eten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.